Nu, 25 jaar later, is de muziekindustrie weer totaal anders. Maar wat Nirvana en de Offspring begin jaren 90 in gang hebben gezet, merk je nog steeds. Ga maar na, bands als Foo Fighters, Pearl Jam en Green Day zijn nu gedoodverfde pinkpop headliners. En hoewel de Offspring misschien niet meer op het niveau headliner zit, zijn ze er wel. Hun 10e album komt later dit jaar uit en ze spelen op Pinkpop 2018. Watching.
Say no.